Nou, we zitten hier met Bert Hummels. Ja, klopt. Leefbaar Almelo. Je gaat er weer voor, toch of niet? Ja, is wel de bedoeling. Ja? We staan bij de partijen die deelnemen aan de verkiezingen en ik sta op de lijst bij ons. Ja, maar toch niet toevallig, daar heb je toch zelf jezelf in. Ja, het is geen ongelukje of zo, nee. Vergissing. Nee, we hebben wel zelf voor gekozen. In vol overtuiging. Mijn vrouw, ja. Ja, want dat is eigenlijk de doorslaggevende factor. Stel dat zij had gezegd, kom bij me wonen, dan was ik misschien wel gestapt. En ja, jouw vrouw woont in Hongkong, hè? Ja. Als ik me goed herinner. Ja. Ja. En we zijn nu weer 4 jaar verder. Wat is jou het meest bijgebleven van die vier jaar die achter ons liggen? De chaos inderdaad. Ja? Ja, dat is wel het meest bijgebleven. En ook het dubieuze handelen van sommige raadsleden, sommige partijen misschien zelfs. Bedoel je dan D66 bijvoorbeeld? Nou, dat was wel de ergste in dit geval. Maar uitstappers, overstappers. Maar ook wel de Partij van de Arbeid. Mm-hmm. Waarbij wat gekke dingen zijn gebeurd, waarvan het een begrijpelijker is dan het andere. Ja. En ja, je ziet wel meer gekke dingen en je ziet dat ook het vreemde effect hebben in de huidige kandidatenlijsten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid die overgestapt is naar de VVD. Willem Loepati, ja. Ja, die staat daar nu op plek 5 of zo. Dus ja, het is met de vraag wat daarvan terecht komt. Maar ook op andere lijsten, het CDA komt ook iemand weer terug. Die ja, Herman Geerling bijvoorbeeld, oude gemeentesecretaris. Ja, dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ja. Ja. Dan vraag je je misschien af, vernieuwing, is dat er dan? Ja, maar dat is heel ingewikkeld. Want zelfs partijen die wel willen vernieuwen, hebben moeilijk om nieuwe mensen te vinden. Ja. Helemaal jonge mensen is al ingewikkeld, maar echt helemaal nieuw is ook heel ingewikkeld. Okay. Als je onze lijst kijkt, zijn denk van Leefbaar Almelo? Ja. Zijn denk 8. Nee, niet denk. Er zijn 8 kandidaten. Ja. Waarvan 2 nieuwe. Ja. En er staat er wel eentje op. 3 nieuwe eigenlijk. Ja. 2 hele nieuwe en 1 halve nieuwe. Maar waar ben je nu het meest trots op, hè, de afgelopen 4 jaar dat je in de raad zit? Dat ik het volgehouden heb. Je het volgehouden, en, ja. Maar stemmen mensen daarvoor dat jij het volgehouden hebt? Is nou, er zijn wel mensen die blijkbaar vinden dat ik erbij hoor of bij moet zijn om het te kunnen beïnvloeden. Ja, en daar ben ik heel blij mee. Ja, ja. Ja, daar ben ik heel blij mee met die steun. Mm-hmm. Maar er zijn ook wel zaakjes die we hebben weten te nuanceren. En noem eens wat. Nou, waarvan je denkt van nou, dit heb ik toch goed gedaan. Het gebied van milieu. Mm-hmm. En natuurlijk kun je dat niet alleen. Want als ik de enige ben die nuance aanbrengt en de rest doet dat niet. Mm-hmm. Dan is het 34-1 en daar schiet je geen donder mee op. Maar bijvoorbeeld samen met GroenLinks en Partij van de Arbeid, SP, Minima Partij nu, ChristenUnie zo af en toe. Je bedoelt dan meer de samenwerking die je dan samen hebt? Ja, en ik merk aan meer partijen dat dat bij iedereen wel ontstaat. Mm-hmm. Heeft ook te maken het dwingt met ook met die versplintering, hè? Ja, nou, maar ook het kiezen voor een minderheidscollege. Mm-hmm. Dat dwingt ook tot beter overleg. Ja. Dus het heeft een heleboel positieve effecten. Want er wordt gezegd, ja, er zijn veel te veel partijen. Mm-hmm. Maar het heeft ook heel veel positieve effecten. Want er is niet zomaar een meerderheid van 2-3 partijen die het allemaal regelen. Iedereen heeft iedereen nodig. Ja, en nu vroeg ik PvdA laatst van wat was hun belangrijkste wapenfeit. Had men over de kleinsmagelden, die waren gered. Ja. Heb jij ook iets concreets waarvan je denkt van nou, dat hebben we in die afgelopen 4 jaar wel goed zeker gesteld? Nou, ik vind het wat gek om te zeggen dat ik dat gedaan heb. Want ja. Maar ik kan dat niet in mijn eentje en de Partij van de Arbeid kan dat niet met z'n tweeën. Nee. Dus ik vind dat ook wat arrogant om dat zo te zeggen. Je hebt continu een meerderheid nodig om dingen te bereiken. Maar het feit dat er een jongerenraad is gekomen. Jongerenraad, dat is onder andere door ons in het raadsprogramma gekomen. Het stond bij ons in het verkiezingsprogramma. Okay. En het lastige was, toen wij zeiden dat we vonden dat dat in het raadsprogramma moest, waren allerlei partijen, ja, maar dan moet er ook een ouderenraad en weet ik veel wat. En die was er dus al heel snel, want die ouderen hebben het allemaal wel voor elkaar. En is dat een soort advies gebeuren? Of kunnen jongeren daar in de stem laten horen en dan dat wordt in de raad gebracht ook? De echte raad, zeg maar? Ja, ze kunnen gevraagd en ongevraagd adviezen geven. Okay. Ze kunnen eigenlijk de dingen doen die ze willen en als ze adviezen willen geven, kan dat. En als ze betrokken willen zijn meer bij de raad, kan dat ook. Het biedt in elk geval jongeren een kans om een kijkje te krijgen in wat er in de stad aan de hand is. En ook dan zich meer te gaan interesseren voor politiek en samenleving. En daarbij hebben we heel veel steun gehad aan de jongerenraad Overijssel. Mm-hmm. Waarbij ook wat Almeloze kandidaten zitten. En dat heeft een heel positief effect op Almelo. En ze zijn nu druk aan de slag met alle. Dus ze hebben nou een fotowedstrijd en dan komt een debatwedstrijd. Mm. En die zijn echt wel. Nou, het kan denk ik heel interessant zijn om daar onderwerpen op te halen wat bij de jeugd speelt. Ja, en ze moeten eigenlijk zelf met die onderwerpen komen. Okay. Want het gaat echt wel om wat ze zelf zien en willen. Dus niet dat wij ze er continu om vragen. Nee. We hebben wel afgesproken dat we willen kijken hoe we ze begeleiden waar nodig.
Dus als zij vinden dat ze hulp nodig hebben, dan is dat georganiseerd. Oké, en laten we dan even vooruitblikken naar de nieuwe periode van 4 jaar die eraan komt. We gaan ervan uit dat jij weer met glans en wimpel terugkeert inderdaad. En, ja, ik hoop het. Ja, maar oké, het is je al een aantal keer gelukt, dus daar gaan we dan even vanuit. Waar ga je op inzetten concreet voor de komende jaren? Bestrijden van armoede is het belangrijkste punt eigenlijk. Armoede is iets wat natuurlijk... Ja, hoe ga je dat bestrijden alsnog? Hè? Nou, bijvoorbeeld door te kijken hoe je als gemeente mee kunt doen in experimenten met betrekking tot het basisinkomen. Mm-hmm. Ook hoe je de ruimte die er is... In Zweden schijnt dat te werken of zo? Ja, maar in Nederland ook wel. Wordt mee geëxperimenteerd? Ja, maar in Nederland ook al wel een paar gemeentes. Mm-hmm. Maar het mag niet generaal doorgevoerd worden. Het mag alleen per doelgroep. Mm-hmm. Bijvoorbeeld voor de 50-plus. Ja. Dat blijkt dat die nauwelijks nog meer aan de bak komen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook jongeren, om daar ruimte voor te creëren, dat het kan. Die experimentele ruimte is er, maar dat moet je dan wel willen. Maar andere zaken ook. Dat is trouwens ook wel min of meer wapenfeit, wat niet alleen aan ons ligt. Maar ook de zaken rond Mediwiet en dergelijke. En Mederwiet? Medi. Mediwiet? Ja, en ja, CBD-olie. Medische wietolie? Of waar nu Suvenuver mee bezig is hier in de stad. Oh, oké, dat is mij bekend. Daar heb ik op de achtergrond... Ja, de is dat verboden, normaal gesproken? Is dat spul? Of? Ja, sommige dingen wel, maar niet alles. Niet alles. Daar waar THC in zit, is officieel verboden. Ja. Maar er zijn... Ik ben net niet deskundig genoeg meer, dat is wel lastig. Maar er zijn allerlei verschillende oliën... waar wel werkzame bestanddelen in zitten, maar anders dan de verboden. Ja, maar dat is dan meer voor het medische, neem ik aan, en niet voor het genot. Nee, met name voor het medische. Ja. Okay. Ja. Nou, daar hebben we op de achtergrond ook een rol gespeeld, dat het hier van de grond is gekomen. Daar hebben we vooral te danken aan een jonge dame die daar heel actief in is geweest. Okay. Ja, en waar we nog meer voor willen knokken is het meer creëren van ruimte voor mensen die nu nauwelijks financiële ruimte hebben. Mm-hmm. Dus proberen in plaats van middenklasse en dure woningen veel meer goedkope woningen te bouwen. Is daar een tekort aan dan? Nou, in Almelo. Het gekke is, er wordt gezegd van niet dat er een groot bestand is aan betaalbare woningen. Mm-hmm. Maar het stomme is, waarom moet je die rare gedachte blijven volgen dat je dan wel dure woningen kunt bouwen? Want mensen die geen geld hebben kunnen daar niet in wonen. Nee. Rijke mensen trekken hier niet zomaar naar de stad, dat blijkt. Dat klopt, maar ik denk dat het goed is goedkope woningen te bouwen. In de huursector? Maar ook in de koop. Er is steeds meer vraag naar betaalbare woningen. Mm-hmm. En het blijkt dat als je dat voor elkaar weet te krijgen en mensen daar ook enthousiast voor weet te krijgen, houden mensen uiteindelijk meer geld over te besteden voor andere zaken. Ja, ja. Dus 1 in 1 is 2, zeg maar. Ja, en dat zou zelfs voor de economie in de stad goed kunnen zijn. In plaats van dat ik al mijn geld kwijt ben aan het wonen, hou ik de helft over en dan kan ik in de stad besteden. Ja, en dan nog een hele andere vraag, hè? Want de PVV... Ik neem ondertussen Ja, natuurlijk. PVV dient zich aan in Almelo. Hè? We hebben landelijk gezien dat ze een aardige schade mensen achter zich... In Almelo zou het, als je dat vertaalt naar 20% of zo? De grootste partij zou grootste worden. Partij. Ja. Is dat iets waar jij met vrees naar kijkt? Of denk jij van, nou ja, laat maar komen? Ja, ik kijk er niet met vrees naar. Maar ik vind het wel jammer wanneer ze veel stemmen zouden halen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat gebeurt. Mm-hmm. En ze kunnen zo 4, 5, 6 zetels halen. Ja. Ik zeg niet dat gebeurt, maar dat zou kunnen. Want als je die vertaling van die Tweede Kamerverkiezingen doet naar de gemeenteraadsverkiezingen... zit het grootste probleem daarin dat daar geen lokale partijen deelnamen. En die hebben ongeveer 30% van de stemmen. Dus, daar zou nog wel eens het verschil kunnen worden gemaakt. Ja. Dus ik denk niet dat zij de grootste partij worden. Ik denk eerder dat Last de grootste partij wordt in Almelo. Toch wel? Ja, dat denk ik eerder. Mm-hmm. Niet omdat het nou zo'n geweldige partij zou zijn. Nee. Maar ik heb wel het idee dat zij de boel redelijk georganiseerd hebben. Ze zijn redelijk actief. Mm-hmm. En ze hebben gewoon vrij veel aanhang in de stad. Ja. Dat is de vorige keer gebleken en ik denk dat het nu wel weer zal blijken. En ik heb begrepen dat, maar corrigeer me als dat niet klopt, PVDA en D66 hebben aangegeven dat ze niet bereid zijn om met de PVV in het college te zitten of helemaal... Eigenlijk geen bereidheid tot samenwerken. Helemaal niet? Ja. Oké, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind het eigenlijk onzin, want je zit daar met z'n 35er zo meteen weer. En als, en ik, heb, als doen, ik daarbij zit, vind ik dat je dat samen moet doen. Ja. En ik zou niet als eerste naar de PVV stappen om te vragen of ze mijn standpunten kunnen steunen. Nee, maar als het zo uitkomt, dan prima.
Waarom niet? Ja, als zij mij willen steunen, moeten ze dat doen. Ja. Ik denk dat dat alleen maar goed voor hunzelf is. Maar als zij nu eens met een voorstel komen waarvan je denkt, nou, dat is eigenlijk helemaal als niet als het een goed voorstel is, zal ik dat steunen. Okay, als het een onzin dan voorstel is, zal ik het niet steunen. Nee, dat hangt ook van de mensen af die er misschien naar rondlopen. En ja, maar ik ga er niet actief mee samenwerken. Ik zal ze ook niet overdreven uit de weg gaan. Nee. Maar ik zal er niet. Kom collega's. Ja. Zeg maar even. Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik denk dat we dan aardig wat zaakjes al hebben besproken, Bert, zo in 10 minuten. Ja, dat doe je goed. Heb je nog, ja? Nou, ja, dankjewel. Maar heb je nog dingen waarvan je denkt, van, nou, dat moet ik nog even kwijt? Of, ja, of mensen moeten gaan stemmen. Ja, dat sowieso. Alle mensen. En natuurlijk maakt het me wel uit op wie ze gaan stemmen. Maar ik vind, iedereen moet gaan stemmen. Iedereen die mag stemmen, moet gaan stemmen. Mm-hmm. Want dan krijg je in elk geval een eerlijk beeld van wat de stad als vertegenwoordiger wil. Ja, het is goed dat je het zegt, want er is natuurlijk wel een kloof tussen burger en politiek vaak. Dat wordt wel vaak. Ja, dat snap ik nog steeds niet hoor. Nee? Geloof je daar niet in? Of zeg je van, nou, ik vrees dat die kloof er wel is, maar er wordt dan gezegd dat het aan de politiek ligt. Ja. En natuurlijk ligt dat ook aan de politiek, maar waar een kloof is tussen twee, ligt dat waarschijnlijk aan allebei. Mm-hmm. Ja, precies. Want de gemiddelde bewoner van de stad blijkt nauwelijks geïnteresseerd te zijn in politiek. Wel overal een mening over te hebben, maar ook net te doen alsof zij de enige zijn die weten wat er aan de hand is. Dus, en dat vind ik wel wat lastig. En dat klinkt heel negatief mm-hmm. voor die bewoners, maar het blijkt gewoon, ook aan de opkomst, de helft komt niet stemmen. De helft die wel komt stemmen, weet soms ook helemaal niet waar ze op stemmen. Dan vinden ze of iemand leuk, of ze denken die partij die doet het landelijk goed, dus daar stem ik op. Maar ze weten helemaal niet wat die in de gemeente doen. Het is ook heel ingewikkeld om allemaal te volgen, maar mijn belangrijkste oproep is, ga alsjeblieft allemaal stemmen. Dan krijg je nou van eerlijke vertegenwoordiging. Nou, vorige keer toen bijna onder de 50% zat, of zat het toen al? Ik heb geen idee. Ik weet het eerlijk gezegd, ik dacht dat het net boven de 50 zat, maar toen dacht ik, als het onder de 50 eindigt, moeten we eigenlijk met z'n allen zeggen, sorry, we gaan er niet zitten, want we vertegenwoordigen de stad niet. Nee, helemaal niet, nog niet eens de helft. Ja, nee. En dat is best gevaarlijk hoor, en daardoor ontstaat er natuurlijk ook steeds minder vertrouwen. Ja. Ja, dat je toch het gevoel hebt van, nou ja, ze doen maar wat en ze luisteren nooit en zo. Ja, maar dat zijn vooral de mensen die ook niet gaan stemmen, nee, volgens mij. Ja. Dus nou ja, in ieder geval een goede oproep, Bert. En ik wens je natuurlijk veel succes de komende tijd in de campagne en de verkiezingen. Dankjewel, ja. Ik ben benieuwd. Oké.